woord van God, de Bijbel. Hebreeën 5 vers 11, maar we lezen door tot en met dus hoofdstuk 6 gaan we verder lezen. Hier staat een klein stukje, maar ze kon niet alles erop krijgen, Kimberly. Dus we gaan pakken de Bijbel even en dan gaan we even naar Hebreeën 5. In Hebreeën staat vrij achter in de Bijbel. Oh, hier dat. Want het is ongelooflijk belangrijk dat zeker nu in de eindtijd mensen nou eens gaan begrijpen waar het geloof op gebaseerd is. De mensen zeggen de Heer Jezus, ja dat klopt wel. Maar wat betekent dat dan? Hebreeën 5. En dan gaan we pakken vanaf vers 11. Waarschuwing tegen verachtering. Nou had vorige week, toch had iemand een vraag daarover, wat het betekent verachtering. Niemand kon dat herleiden, want in de vertaling, in Google, staat dat niet. Verachtering betekent, want als je dat gaat ontlenen, dus verachtering. Oké. Het betekent dat mensen er acht moeten opslaan wat er gaat gebeuren. Want de Heer Jezus kan ver weg zijn, maar hij is eigenlijk heel dichtbij als je hem toelaat in je leven. Als je zit ook het woord, ik veracht jou bijvoorbeeld in. Nou, als je dat tegen iemand zegt, is dat heel erg. Hier staat waarschuwing dat je niet de Heer Jezus en de andere mensen gaat verachten. Dat is wat hier staat. Dat is de eerste wat hierboven staat. Dan gaan we lezen. Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen. Omdat gij traag zijt geworden in het horen, dat klopt al. Want wat betekent nou eigenlijk als de Heer Jezus heel ver weg is? En hoe moet je dat dan, hoe moet je de Heer Jezus dan dichtbij krijgen? Hoe doe je dat dan? Want als jij namelijk een zonde hebt begaan, dat kan. Dat doen we allemaal in ons leven. Dan kan het zijn dat er steeds meer rotzooi tussen jou en God komt. Want de Heer Jezus is wel de weg naar de Vader toe. Daarom staat er ook, hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen. Omdat gij traag zijt geworden in het horen. Want hoewel gij naar de tijd gerekende leraarswoorden zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken van God leert. En gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Maar dan moet je wel weten wat die melk is. Maar als je namelijk niet weet wat de melk is, kun je nog niet een leraar zijn. Gaan we verder. Want hoewel gij naar de tijd gerekende leraarswoorden zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken van God leert. En gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Dus op het moment dat je melk hebt en dan gaat begrijpen wat het is en het ook kan uitleggen, heb je echt het verschil tussen goed en kwaad. Dan pas kun je het echt onderscheiden en je kan het uitleggen. Dat is belangrijk. Okay. 6. Nou spreekt de Heer Jezus, dan zegt hij, laten wij het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene. Zonder opnieuw het fundament te leggen. En dan vertelt hij nog even wat het fundament is, dus het melk is. Nou, wil je ze weten? Ja, dat is een Nou, daar komt hij. Oké dan. Bekering van dode werken. Dat is 1. Geloof in God. 2. Leer dat dopen. 3. Oplegging de handen. 4. Opstanding der doden. 5. En van de dieren. Helemaal goed. Haastig. Ja, hartstikke goed. Dank je. Dat betekent dat gewoon heel simpelweg dat je 5 dingen moet kunnen uitleggen. En dat 6 is dingen moet je weten en uitleggen. 6. Ja. Dat is de melk in het geval. Dat is het melk. Dus dat is het standaard wat je moet kunnen uitleggen. Zeg. Ja, anders ben je geen leraar. Waar ben je? Het fundament is eerst, hè, bekering van dode werken. Maar wat is bekering van dode werken? Moet je eerst weten wat dode werken is. Dode werken zijn alle werken die je doet, die God niet van jou gevraagd heeft. Als je het op wil schrijven, doe dat even, hè, want anders ben je thuis denk je, wat was dat? Dode werk is alles wat je doet waar je heel erg moe van wordt. Oké, laat verder. Dode werk is wat je doet als je heel erg moe van wordt. Dat is een dood werk. Als je werkt voor God,
mag je wel een beetje moe worden, maar niet dat je geestelijk opgebrand wordt, dat je uitgeput raakt, dat je overspannen raakt. Op het moment dat je dat doet, betekent dat je dode werk aan het doen bent. Maar je moet je ervan bekeren, 180 graden draaien. Dode werk is ook, als jij een baan wilt in Gods Koninkrijk die niet voor jou bestemd is. Heel veel kerken zijn begonnen door een scheuring. Heel veel kerken. Wat doen ze dan? Met een blij hart gaan ze iets beginnen. Maar is het ook dat God wil dat jij dat begint? Want als jij dat gaat beginnen, in het begin gaat het hartstikke leuk. Mensen zijn enthousiast. Maar dan na een paar jaar merk je dat de mensen niet meer een stevig fundament hebben. Dan valt het als een kaartenhuis in elkaar. Dode werken, als je dat doet, dan kun je nooit volwassen worden. Jammer. Want dan word je moe en dan kom je niet helemaal uitgerust aan bij de eindstreep. Dode werken. Komt-ie, volgende. Dan staat er nog iets. Van geloof in God. Welk geloof in God? Je hebt twee benen in het geloof. De relatiekant en de samenwerkingskant. Je hebt het volle vertrouwen in geloof. En volgende week gaan we faith en belief heel goed uitleggen. Je hebt twee soorten geloof. Geloof van, oké, ik geloof het wel. Of het volle vertrouwende geloof. Geloof je 100% dat de Heer Jezus jouw redder en verlosser is? Hier staat een heel mooi bordje. Geloven zijn, hè, geloven is zeker zijn van de dingen waarop je hoopt. En van overtuigd zijn dat wat je niet ziet toch bestaat. Dat staat in Hebreeën 11. En die heeft Eren vorige week heel goed uitgelegd. Maar je mag erbij zetten in Hebreeën 11 als je dat wil. Wat staat er nog meer? Jolijn, wat is het derde? De derde. Geloof in God. Van een leer van dopen en van oplegging der handen. Leer van dopen. En hoeveel dopen zijn er? Acht. Noem er eens een paar. Doop in Christus. Doop in Christus, ja. Een doop in Heilige Geest. Ja. Doop in Johannes. Nog in Johannes? Ja. Nou, ik vind al heel wat. Netjes, 50% ook. Goed hoor. 8 dopen. Weet jij de andere 4? Het zou leuk zijn. Mozes komt er nog bij. Ja. Johannes. Ik heb al gehoord. Christus, ja. Jezus. Heilige Geest. Ja. Dan hebben we er 5. Hij had de Heilige Geest toch? Ja, dus daar hebben we er nu 5. Okay. Daarom heb ik er nou ook 5. De doop van de Heer Jezus zelf. De doop in zijn dood. Oh ja. Dat is niet erg. Prima. En onze doop natuurlijk. Want wij willen ook graag gedoopt worden. Maar wat is nou het verschil? De doop in Mozes heeft betekend dat de hele Joodse volk wilde heel graag. Het Joodse volk is het volk van God. Maar eromheen waren ook volken die wilden eigenlijk ook heel graag bij God horen. Maar dat kon niet, want ze waren niet geboren als Jood. Toen heeft God de Vader ingesteld, de doop van Mozes, dat al die andere mensen toch bij Mozes konden horen. Want je kon nog niet bij de Heer Jezus horen. En als je bij Mozes hoorde, hoorde je ook bij de volk van God. Dat was de eerste doop, de doop in Mozes. Maar dan heb je ook nog een doop in Johannes. Een doop in Johannes is de voorloper voor onze doop. Is het oude verbond. Want Johannes doopte in een doop van bekering. Dus als mensen een zonde hadden begaan, dat was voor de Heer Jezus. En die doop van Johannes wordt in heel veel kerken nu toegepast. Dus dat is de verkeerde doop. Dan moet je onder belijden van zonde, ga je onder water. Dat kan natuurlijk nooit. Want je belijdt je zonde niet aan de voorganger. Je belijdt je zonde aan de Heer Jezus. Het vervelende is, als die mensen dan gedoopt worden in de doop van Johannes, hebben ze nog niet een echte waterdoop te pakken, de doop van gehoorzaamheid, want die komt pas later. Hoe krijg je die andere dopen? De doop in de Heilige Geest, de doop in zijn dood, hoe ga je die krijgen? Op het moment dat jij de Heer Jezus aanneemt als je redder en verlosser, je hele ziel, je hele zaligheid, en je spreekt dat uit, dan heb jij de doop in zijn dood gehad, in de dood van de Heer Jezus, dan ben je opgestaan met hem. Je bent ook in Christus gedoopt. En Christus betekent gezalfde. En dat is heel belangrijk.
Want als je namelijk gezalfd bent, dat betekent, want in zijn woord zegt hij, raak mijn gezalfde niet aan. Maar je bent pas gezalfd als je gedoopt bent in hem. Maar er komt geen druppel water aan te pas, hoor jongens. Dat is nog voor dat water. Mag ik wat vragen? Ja, mag alles vragen. Raak mijn gezalfde niet aan, zeg jij. En ja. Wat als dat dan wel gebeurd is? Als het wel gebeurd is en er is geen vergeving gevraagd aan de Heer Jezus, dan heeft hij straks, hij of zij, een probleem. Want dan iedereen, vanmorgen was een hele mooie tekst, elk woord wat is uitgesproken of elke handeling wat is uitgesproken, daar moet rekenschap worden afgelegd. Daarom zegt de Heer ook heel duidelijk in zijn woord, raak mijn gezalfde niet aan. Ik doe niet naar binnen. Ik heb er zo'n spijt van. Ik zeg, jongen, vergeven, klaar. Ze kom je volgende week een kopje koffie drinken. Ik zeg, maar niet elke dag, want ik ben er dol, of ben ik niet. Nee, nee. En hij was helemaal gelukkig. We hebben de hele avond gepraat. Hij heeft opnieuw zijn leven aan Jezus gegeven. Alle rotsen opgeruimd. En hij kon weer verder. Opnieuw? Opnieuw. Want hij was namelijk... Dat ooit wel gedaan. Hij had zijn leven gegeven aan de Heer Jezus, maar zijn tentje was leeg. Hij had zijn de Heilige Geest laten vervliegen. Want wat had hij namelijk gedaan? Hij had zoveel leugens over mij geloofd en had meegedaan met die leugens. Heb je het gehoord van Marjolein? Heb je het gehoord? Ja, maar hij had het eigenlijk zelf niet gehoord. Maar als de hele groep het zegt, zal het wel waar zijn. En toen had hij er spijt van. Maar ja, hij durft hier naar binnen. Dus hoe gaat hij dat doen dan? Maar nou zag ik hem. En hij zei, ik heb er zo spijt van. En wil je mij vergeven? En hij zei ook van, ja, Heer Jezus, u bent mijn redder, u bent mijn verlosser. En dus... Hij is opnieuw, niet opnieuw wedergeboren, maar wel opnieuw zijn tentje gevuld. Dus hij wilde het heel graag uitspreken. En toen was de weg vrij. En toen kreeg hij meteen beelden. Hij kreeg meteen beelden. Hij kreeg meteen woorden. Hij was helemaal gelukkig. Maar op een gegeven moment was het, ik zeg, jongen, ik moet zo naar huis. Oh, ja, ik zeg maar, je bent welkom, hè. Je mag komen. En ja. Maar zie je, want als je namelijk een zonde hebt begaan, hè, dat is een goede vraag. Soms kwetsen mensen je. En soms doen ze het bewust. En soms doen ze dat onbewust. Heel vaak doen mensen het bewust, maar je bent wel een gezalfde van God. Als de mensen spijt hebben, moeten we ze vergeven. Hè? Dat is een verplichting, dat staat in zijn woord. Want als jij die persoon niet kan vergeven, vergeeft God jou ook niet een aantal dingen. Dan moeten ze op Job vergeven, ook als ze niet bij je komen van zo'n exact. Op voorhand moet je ze al vergeven. Ja. Anders heb je er zelf last van. Hè? Als je er zelf last van, dan ga je er onderdoor. Als je gezind hebt in je hart, ja. God die weet er wel erg mee. Het erg is dan als jij niet iemand kan vergeven, ook al komt die persoon er dan niet naar je toe, dan heb de weg tussen jou en God is dan niet meer vrij. Dan hoor je zijn stem niet meer. Dan hoor je zijn, voel je zijn kracht niet meer. Ik had hier voorhand van de week had ik hier iemand zitten, twee mensen, heel lieve mensen. En ze waren elkaar een beetje kwijtgeraakt. Hè? En ze waren al zoveel jaar getrouwd en God liet me zien de eerste keer dat ze elkaar ontmoet hadden. En ik zeg tegen haar, ik zeg, wat gebeurde de eerste keer dat jij hem zag? Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar God liet zien dat hij een bloem in zijn handen had. De eerste keer. Want het was een eerste date, heel verhaal. En ze zei, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ze was vertroebeld. Er was wat gebeurd, heel verhaal. En ik zeg, maar hij had, er was iets. Nee, er was niks. Ik zeg, jawel. Denk nou eens terug. En toen zei ik, weet je wat? Ga hem eerst nou eens vergeven. En toen deed ze dat. Dan zijn ze schort voeten. En hij andersom ook. En toen liet God die bosbloemen weer zien. Oh ja! Je had een bosbloemen bij je! En ze waren zo blij. Dat was 15 of 20 jaar geleden gebeurd. Maar dat moment dat hij schortvoetend die eerste bosbloemen overhandelt. Zo van, nou, daten. Je weet wel hoe dat gaat. Maar die twee werden weer helemaal verliefd. Na 20, 15, 20 jaar. Hoe mooi is dat? Ja. Ze ging, dus God liet zien, op het moment dat de vergeving was... Was de weg open. Dat is ook een liedje. Als er vergeving is, dan kan er genezen zijn. Kan er genezen zijn. Ja. Maar wij mensen zijn soms zo star. En natuurlijk, soms hebben we ook wel eens dingen dat er oor wat. Maar het gaat erom, als wij altijd de bedoeling hebben om te vergeven, kan God ons ook vergeven. Heel mooi. Want die dopen zijn ongelooflijk belangrijk. Dus als jij, dus het moment dat je wedergeboren bent, want daar hadden we het over, ben je namelijk ook gezalfd in hem. Als je hartsgesteldheid maar zo dusdanig is. En soms dan kan er ook zo gigantisch veel gebeuren. Dat het even tijd nodig heeft. Om te helen. Voordat je überhaupt zover kunt komen om te helen. Uiteraard. Maar dat heeft God ook. Die heeft, God heeft wel. Hij is langmoedig. De hoogste vorm van geduld. Maar ja, natuurlijk. Als jij bereid bent. Maar wel stappen zetten zelf. En geloof. Ook al voel je niet. Ook al. Ook al ja.
ervaar je niet, ook al misschien ben je niet eens overtuigd van of wat dan ook. Denk je van, nou, dat is zo erg. Maar het is wel stappen zetten en gehoorzaamheid, zeg maar. Om, ja. Om diegene te gaan begrijpen. En wie weet duurt het wel jaren, weet ik veel bij spreken hoor. Maar goed. Je probeert het. Ja, maar zie je hoe belangrijker dat melk en het geloof is. Want hoe kan jij, als jij niet dit weet, hoe kun je dan doorgroeien naar volwassenheid? Want als je op dat niveau blijft hangen, kun je nooit volledig 100% de taak van God doen. Dan blijft er altijd ruis tussen jou en God. En dan zegt God, sorry, maar ik kan je niet 100% gebruiken. Ik heb wel een taak voor je, maar niet de taak die ik voor je heb. Niet de hele taak. Gaan we verder. Dan staat er van leer van doop en van oplegging de handen. Dat is heel belangrijk. Bijna alle kerken in de hele wereld leggen zomaar de handen op. Evangelisch. In de reet. Heel gevaarlijk. Wat zeg je nou? Evangelisch. Ja, ik kan het niet. In de geest ook. Maar ook lichamelijk. Ja, evangelie in de geest en lichamelijk. Als je namelijk ergens bent, en het is enthousiast, en iemand die zegt, zal ik even voor je bidden? Dan moet je altijd eerst je wapenuitrusting aan doen. Van, Heer, laat niets binnenkomen wat u niet wil. En als iemand zomaar jou aanraakt, zeg, oh, wacht even, daar heb ik geen zin in. Ik wil alleen zijn met God en daar heb ik jou niet bij nodig. Dan mag je ook gewoon zeggen, behalve als de persoon toestemming heeft gevraagd. Dan zegt hij bijvoorbeeld, God, Menno, vind je het goed als ik de hand op krijg? Als Menno zegt, nee, dan moet ik dat niet doen. Doe ik het toch, ben ik fout. Dan zegt hij, ja, het is goed. Dan weet hij, dan zegt hij, ja, maar zal God je ook beschermen? Weet je, want God wil dat alles goed gaat. Nou, staat er in de Bijbel. Moet ik er even bij zeggen? Solijn, je mag wat zeggen. Jij, ja, jou, ja. Oh, ben je bekend met dat er genezing gebeurt in kerken? Ja, maar niet. Nee, precies. Nee, maar daar heb jij iets over. Jij komt een katholiek en je van, huh, wat heb je daar? Nee, dat kan. Ja. Nee, want heel vaak in kerken, in de Bijbel staat namelijk een tekst. Bid voor de zieken, leg zieken de handen op en ze zullen genezen. Maar hij zegt dat tegen zijn discipelen. En discipelen hebben 3,5 jaar training gehad. Dus je mag niet zomaar de handen opleggen. Maar dat is wel melk en geloof. Elke leraar behoort dit te weten. Maar als je dat niet uitgelegd krijgt in kerken, dan ga je, ik heb dat zelf ook meegemaakt. In het begin in de kerk, nou, oh, doe maar, bid maar, hup, handen op. En ik had daarna had ik hoofdpijn en dat soort dingen. Ik denk, wat is dat? Dan had ik last van hoofdpijn. Ik denk, waar haal ik dat nou weer vandaan? Dat was niet van mij, dat was van die persoon. Maar ik had er wel last van. Dus dat moest weg. Maar voordat ik dat eindelijk door had, waren we weer een paar jaar verder, snap je? En ik denk, wat heb ik toch een last bij me? Maar die was niet mijn last. Nee. Dat was een last van een andere persoon. Maar is het bidden voor alleen wapenrusting voldoende? Of is het ook handig om je te dekken onder zijn bloed? Absoluut. Wapenrusting aan, heel goed. Bedek jij jezelf onder het kostbare bloed van de Heer Jezus. Hm. En vraag ook, Heer, bescherm mij ten alle tijden. Ik heb zelf ook een keer ervaren met, toen ik heel zelf voor mezelf uiteindelijk ging bidden. Je kent het verhaal dat heel hard gehad. Ja. Met die grote bevrijding. Ja. Dat ik toen een tijd ook recht over, tegenover de Heer stond. Ook ten opzichte van zonde. En ook dat ik een diepe relatie zeg maar, met hem had. Dat ik ook veel meer gevuld was. Zeg maar. Ja. Er was trouwens ook een dienst met avondmaal. Maar het is zo belangrijk dat je jezelf openstelt voor de Heer. Maar je mag niet zomaar de handen opleggen. Handen opleggen gebeurt 8 keer in het Oude Testament, 8 keer in het Nieuwe Testament. Ga ik vandaag niet uitleggen. Maar het is wel belangrijk om te weten. Laat niet zomaar je handen opleggen. En handen opleggen. Ik zal 1 of 2 dingen zeggen. In het Nieuwe Testament is het handen opleggen bijvoorbeeld om iemand in bediening te zetten. En om iemand uit te zegenen. Maar altijd met toestemming van de Heer Jezus. Oké. Uitzegenen betekent. Als iemand bijvoorbeeld naar het buitenland gaat. Dan mag je hem de zegen meegeven van de Heer Jezus. Oké. Dan hebben we nog 1. Opstanding der doden. Die gaat bijna dood. Ja. Wekker maar zo bijna dood. Dat is wel heel profetisch. Opstanding der doden, dat ding gaat bijna leeg. Dat kan natuurlijk niet. Opstanding der doden, Tabitha, weet je nog wat het was? Ja, maar ik laat het graag aan jou. Ja, ja, ja. Dat is een punt. Ja. Opstanding der doden. Opstanding der doden betekent strakjes. Ik zal rustig en dan kun je even bijschrijven. Opstanding der doden betekent, straks als de Heer Jezus ons opkomt halen,
Dan gaan de graven open. En dan gaan de doden die in de Heer Jezus zijn, dat zijn de heiligen, de wedergeboren, die staan als eerste op. Dat is één gedeelte hoor, het is nog dieper, maar ik hou het vandaag een beetje, keep it simple. Als de Heer Jezus straks komt ons op te halen, gaan de mensen die in de Heer Jezus zijn, dus de wedergeboren, heilig zijn, die staan als eerste op. De graven gaan open en dan gaan ze, worden ze wederlevend. Het gaat veel dieper dan dat, maar dat is even voor jou, denk ik, genoeg voor mij. Want je krijgt nog heel nieuwe dingen te horen, dus we houden het even, keep it simple vandaag. Oké. Dan staat er, en van een eeuwig oordeel, dat is het laatste wat melk is. Wouter, weet je nog wat dat is, dat eeuwig oordeel, wat God hiermee bedoelt in Hebreeuw? Een houtmelker. Ja, nou ja, van de mensen die niet voor Jezus kiezen, die aan de andere kant op gaan, zeg maar. Ja, dus als je niet voor de Heer Jezus kiest, dan krijg je een eeuwig oordeel. Dat betekent, als je niet voor de Heer Jezus, echt zijn, als je echt hebt kunnen zeggen, de Heer Jezus mijn redder en verlosser, en het gaat dieper dan dat, want als je namelijk niet voor de Heer Jezus hebt gekozen, krijg je straks nog wel een kans. Iedereen die niet voor de Heer Jezus heeft gekozen, komt straks voor de witte troon. De witte troon is helemaal in de eindtijd. En de Heer Jezus is dan al teruggekomen. En dan komt iedereen die niet gekozen heeft voor de Heer Jezus, want hij is de weg naar God toe, komt voor de troon, maar hij is ook wit. En dan zegt de Heer, oké, je hebt goede dingen in je leven gedaan, jij mag wel binnen. Maar heb je geen goede dingen gedaan, heb je iedereen uitgebuit, noem maar op, dan is het einde oefening. En dan word je gegooid in de eeuwige poel van pijn. Dit is het fundament van het geloof, jongens. Het fundament van het geloof is zo ongelooflijk belangrijk. Want God wil namelijk niet dat we heen en weer worden geslingerd. Dat we weten, de Heer Jezus onze redder en verlosser. God de Vader is in de derde hemel. En de Heer Jezus is dus onze redder en verlosser. En onze Heilige Geest is de kracht, die hebben we nog niet genoemd. Alleen de doop en Heilige Geest. Maar wat is die doop en Heilige Geest? Anders zo. Ieder mens wat geboren wordt op deze aarde is eigenlijk al zonde. Het komt omdat de zonde in de wereld gekomen is. Wel heeft iedereen van ons een zaadje in zich van God. Want wij zijn door God gemaakt. Maar de Heilige Geest krijgen we in ons als wij de Heer Jezus accepteren en uitspreken als onze redder en verlosser. Want de Heilige Geest kwam pas toen de Heer Jezus naar de hemel ging. Ken je dat verhaal? De Heer Jezus ging naar de hemel met hemelvaart. Na 10 dagen kwam de Heilige Geest. Maar op wie kwam de Heilige Geest toen? Weet je dat nog? De Heer Jezus stond op uit de dood. Toen ging hij naar de hemel, na 40 dagen. En toen kwam de Heilige Geest als trooster en als geest van de waarheid op zijn discipelen. Dat was de eerste keer dat de Heilige Geest in de mensen kwam. Daarvoor kwam de Heilige Geest wel eens op de mensen. Maar niet iedereen had standaard de Heilige Geest. Dat is namelijk een heel groot verschil, dat is ook een misvatting. Want als je denkt, de Geest van God is in iedereen leeft, ja, maar de Heilige Geest is ons gegeven als onderpand, als erfenis. Als jij niet de Heilige Geest hebt, heb je niet de erfenis van God. En de erfenis van God bestaat uit 12 partjes. Als je namelijk een deel krijgt van de erfenis, is bijvoorbeeld alleen eeuwig leven. Maar daarnaast heb je nog 11 dingen meer die je kan krijgen van God de Vader, door de Heilige Geest, met natuurlijk de Heer Jezus, want anders, die 3 horen bij elkaar. En de Heilige Geest krijg je pas als jij gelooft dat de Heer Jezus je redder en verlosser is. En dat jij dat ook uitspreekt, dat de Heer Jezus je redder en verlosser is en de levende Zoon van de levende God is. Dan ga je de Heilige Geest krijgen. Maar de Heilige Geest kun je ook kwijtraken. Heb je dat wel eens gehoord? Nee? Nee. De Heilige Geest is olie. Want vroeger had je een lampje, je ziet daar een blauw lampje staan. En daar hoort olie in. Dat blauwe lampje hebben we heel vaak aangehaald. En op een gegeven moment is de olie op. Ja, dat, maar als je het niet bijvult, dan gaat dat ding nooit meer branden. Dat is zo met de Heilige Geest.
Dan hadden we straks al even die man van gisteravond van Heilige Geest kwijtgeraakt. Waarom? Omdat die man zo negatief was geweest over mij. Terwijl hij eigenlijk niet meer. Maar raak je de Heilige Geest kwijt in negativiteit? In negativiteit? Of in het verliezen van je geloof? Alles bij elkaar. Dus als jij namelijk... de Heilige Geest woont in jou. Galaten 5 vers 22. Ken je die tekst? Zullen we die even opzoeken? Galaten 5 vers 22. Mag ik heel even onderbreken? Jij mag zeker onderbreken. Als je tot de Heer komt en als je vraagt om vervuld te worden met zijn geest. Er zit een verschil tussen het ontvangen van de Heilige Geest en het doop in de Heilige Geest. Ja. Want ik hoor je namelijk heel mooi spreken met dingen, maar denk... Het zijn twee dingen melk, een beetje hè? Door elkaar. Ja, oké, dat klopt. Dus het ontvangen van de Heilige Geest is namelijk het belangrijkste in de eerste stap. Ja. Omdat doop in de Heilige Geest kun je niet begrijpen. Maar goed, dus ik denk, ik zeg maar. Ja, ik weet het. Ja. Maar dit is, ik hoor het ook, hè. Dus zij komt met een katholieke achtergrond. Ja, okay. Dus ja. Het is voor haar alles is helemaal nieuw. Dus ik moet dat heel... anders krijg je zo'n biefstuk. Galaten 5 is 22. Wat staat daar, lieve Soleil? Wat staat... Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Ja, dus die 9 padjes, die krijg je van de Heer door middel van de Heilige Geest. Yes. Hallo. Hi. En het mooie is, als je dat krijg je, dan zijn hele kleine zaadjes. Net hetzelfde als jij een zakje zaad koopt bij de bloemist bijvoorbeeld, of bij de supermarkt. Ja. En je wil graag tomaten planten, bijvoorbeeld. Ja? Dan heb je een zakje met zaad. Nou, leuk. Dankjewel, zakje zaad. Zo. Ja, dus je moet het blijven voeden. Ah, er gebeurt niks. Dat zaad. Oh, ik moet er wat mee doen. Oh, wacht even. Dus ik pak hem open. Wat een leuk zaadje. Ja, is ook leuk. Misschien... Vind je leuk? Ja, ik vind het wel heel mooi. Het ziet er heel mooi uit. Boven je bed hangen. Ja, ja een mooie kleur. Ja, dankje. Ja. Er gebeurt er nog niks. Oh, ik moet er wat mee doen. Ja. Maken, ja. Pak het zaadje. Stop het in de grond. Zo. Zo. Succes. Er gebeurt niet zoveel. Waarom niet dan? Oh, water geven. Water. Deze schoffelen. Oh, wacht even. Nou gaat het opkomen. Dus ik moet er wel wat mee doen. Hetzelfde met de Heilige Geest. De Heilige Geest wil heel graag in ons wonen. Het is wel de bedoeling dat je met hem spreekt. Dat je hem dingen vraagt.